u bent de chef. Er is geen andere chef. Ja, chef. Eerste keer dat ik ga barbecuen sinds ik geen vlees eet. Als je vaart is het niet erg. Lekker jongens. Er is een ruzie gaande. Die zwarte wil ik wel. Ik moet roeren eerst, hè? Ik voel me nu zeg maar zo. Wanneer je vriend gaat rennen naar je zadel. Ik ben hoeveel haat ik nu krijg. Godverdamme, zo smerig. Niet een taalvakker. Maar hoe blijft het dan zitten met haarlok of zo? Echt weer een beetje zoals vroeger. Ja! Voor de kleding op mijn website. Hallo, we zijn de hele dag niks aan het doen en onze vrienden komen bijna. Het is spannend, ik heb er echt zin in. Het is volgens mij onze eerste vakantie met vrienden, ja. Echt heel veel zin in, ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Boodschap aan het doen. Je moet het daarbij, man. Zo, lekker. Oh ja, als je een stem niet op YouTube mag, moet je nu even niks zeggen. Lekker! Ruben de chef. Er is geen andere chef. Nee, er is geen andere chef. Oh, ja. Oh, ik ben bruin. Ben ik echt bruin? Oh, lekker. Komt een soort wit. We zitten nu heel chill. En de mannen zijn aan het barbecuen. En ik zit hier met mijn best friend. En ik heb hier hele saaie sla. Want een man houdt niet van heel veel in de sla. Dus het is heel weinig. En brood. En ik krijg toch lekker zalm. Dit is de eerste keer dat ik ga barbecuen sinds ik geen vlees eet. Dus ik heb zalm, we hebben gamba's. En ik en mijn vriendin hebben vegetarische burgers. Die kant die niet in de koeling liggen. Dus ik ben heel benieuwd of het lekker is. Want hier is het dus heel moeilijk om vegetarische dingen te vinden. Maar goed, het is heel gezellig. En we hebben drankje. Lekker. Zo is kampie maar zo. Kijk dan wat er voor mij bereid is. Speciaal voor mij gewoon. Een half uur lang gemaakt. Dank je. Oh, hij is perfect. Bedankt, mannen. Kijk hoe lekker, jongens, dit eruit ziet. Als je dit ziet liggen, dan zou ik echt veel voor betalen. Geniet je van het leven, Bubber? Dit waar zou liggen? Bij een slager of zo, zo'n broodje. Vind je een kip? Als je dit op school kon halen in de kantine. Heerlijk. Goedemorgen, jongens. Het is al 1 uur. Onze vrienden zijn net lekker bij het strand geweest. Hij is hier nou niet opgeladen. Nou, ik heb hem in de oplader gehad. En liggen nu lekker bij het badje die ze hebben opgeblazen. Ik heb nog niet eens gekeken, dus daar gaan we nu even chillen met z'n allen. Even mijn camera in de oplader. Alweer. En vanavond gaan we er zo terug op mee. Wij chillen hier in de zon. Het leven is heel goed. We gaan dus in de avond naar Saint-Tropez, want de boot gaat tot 10:30. We gaan om 10:30, om 10:30 de boot nemen. Jongens, zitten op de boot. De mannen gingen vast de kaartjes halen. Wij dachten, we fixen het al even 5 minuten, maar het was echt wel 10 minuten lopen. Het is 5 uur. Ja, tuurlijk. Als je vaart is het niet erg. Lekker, jongens. Oeh. Jongens, echt jammer. De ene keer klikt iemand 1 keer en heb je een vet leuke foto. De andere keer zie je er gewoon niet uit. Zo. Maar je moet het mij aangeven. Ik ga niet de hele tijd je camera vragen. Ja, maar wel 1 keer per week, had ik gezegd. Nee, moet je gaan zeggen dan. Er is een ruzie gaande. Bij wie? Jongens, we zitten eindelijk en het is echt super chill. Ik heb eigenlijk de salade petit op brand. Maar schat, het enige wat ik heb is precies wat jij nu filmt, hè? Ga je inzoomen? Niet langzaam inzoomen. Voedsel is er, jongens. Thank the Lord. Ruben net is mozzarella op pizza besteld, ik echt een hele bol erop, heel raar. En ik heb dus een salade chef, maar blijkbaar zit er allemaal vlees bij. Dat vind ik wel heel jammer. Zeg maar, wat er in de sla zit is vlees. Weer een outfit change gedaan, want ik dacht dus dat het heel leuk zou zijn om met dit. Nu is het echt heel lelijk, maar met licht vond ik heel leuk. Een foto te maken. Ik zal alleen, we gaan een betere plek zoeken, want het is niet heel mooi. En toen, 5 minuten later was het gewoon donker. Dus nu kunnen we geen foto's meer maken. Het weer is hier echt heel onvoorspelbaar. We hebben dus 1 leuke foto gemaakt, maar we hadden totaal niet in de gaten dat het zo snel donker wordt. En we zijn extreem bezweet. We zijn dus al 3 keer omgekleed, midden op straat. En de boot gaat pas over een uur en de mannen zitten nu bier te drinken. De jongens zitten nu op de steiger met... Ruben. Ruben. Voor de rest niemand. En onze vrienden. Te wachten tot de boot komt. Het is hier echt heel lekker. Ik heb het zo heet. Kijk. Oh, het is echt niet te harde. Nu is het eigen schuld, hoor. Kijk. Eigen schuld, dikke bult. Koud, hè? Als die niet in je eigen water was. Hoi. Hoi. Hey, jongens, het is al 1 uur s'nachts geweest. Iedereen slaapt. En die oogjes. Oh, die oogjes oorbellen van mijn webshop. Die zijn al heel lang.
al uitverkocht. Dat ik ben elke dag aan het kijken of ze er zijn, of ze er zijn. Had ik dus 4 uur geleden, toen we thuis kwamen, een mailtje dat ze weer op voorraad waren. Ik denk, nee. Want normaal is alles meteen op, maar ze waren er nog. Dus toen moest ik snel gaan kijken wat ik nog meer wilde bestellen. Want je moet een minimaal orderbedrag of zo. Dus dat heb ik ook nog gedaan. Dat is ook stress. Dus ik had mijn weekvlog helemaal op tijd geregeld. En toen keek ik hem vanochtend. Toen hoorde ik dat de eerste minuten alleen maar gezeur waren. En toen dacht ik, oké, dat gaat weer heel slecht opgevat worden. Dus ik heb opnieuw bewerkt, dat stuk eruit geknipt. Dat is nu aan het uploaden, maar dat duurt echt 2 nachten. Dus ik ben te laat. Terwijl ik zou mijn best helemaal tijd zijn. Ik wel echt. Dat zal ik even met jullie delen. Doei jongens. Hey jongens, we chillen weer. Ik heb gisteravond... Even mezelf een beetje bedekken. Ik zat al best wel lang te wachten op nieuwe items van de groothandel. Steeds was het er niet. En toen waren we gisteren dus al een uitje. Dus ik zat best wel lang niet op mijn telefoon. En toen kreeg ik een melding dat er nieuwe producten waren toegevoegd. En toen waren ze er dus gelukkig nog. Dus ik heb gisteren... Ik wil zeg maar pas vanaf €200 wil ik bestellen. Want dan heb je gratis verzending. En dan gaat er 10% van je totaalbedrag af. Dat heb ik besteld. En vanochtend kreeg ik weer een berichtje dat er nieuwe haarbanden binnen waren die ik graag wilde. Iemand loopt op het zwembad te slaan. Dus die heb ik ook besteld. Maar dat was pre-order. En als je pre-order hebt voor een bepaalde week, week 32, moet je alles, mag dan alleen maar van die week zijn. Dus heb ik maar voor €50 besteld. Dan moest ik €7 verzendkosten betalen. Maar nu heb ik wel weer nieuwe haarbanden die ik graag wilde. En verder heb ik vet veel zin dus om nu nieuwe dingen op de site te zetten. Maar ik ga het niet doen, want het is werk. Ook al denk ik dat ik het leuk vind, het is werk. Dus nu gaan we weer hier chillen in het zwembad. Hallo jongens, wij hebben net hier my friend and I een fotoshoot gehouden. Ik film make-up op hier bij de zee. En we gaan nu naar huis, want de mannen gaan nu een barbecue voor ons bereiden. En vanavond gaan we een drankje doen. Dit is dus de laatste avond dat ze er zijn. Oh, mijn make-up zit best wel goed. Ik heb echt highlighter. Nou, dat was het. Hallo. Ik ben lekker bruin. We gaan de mannen gaan beneden aan barbecue. Het is wel heel laat. Het is zo laat nu, maar ik vind het eerlijk. Ik eet liever nu, want het is nu te doen, hè? Temperatuur, toch? Heb jij dat niet? Wat? Liever nu eten met deze temperatuur. Ja. Dus nu 3 voor 9 en we gaan hierna dus nog drankjes doen. En het is nu gewoon eindelijk lekker cool. Chill met een Bailey's koffie. We zitten in de Polo en ik zeg net tegen Ruben dat we kunnen beter echt gewoon s'avonds gaan rijden, want het is zo lekker cool. Kopje plus, uit hè? Ja, maar niet uit. 30 seconden. Plus het is rustig in de, op de weg. We gaan naar de Sint Maxime om te kijken of daar iets leeft nu. Als het niet zo is, zou het wel echt wel jammer zijn, maar we hopen het. We zijn er en ze is echt super leuk, want er is markt. Het is al bijna 22:45 s'avonds. En er is markt, er zijn leuke cafeetjes, dus ik ben echt super gelukkig. Kan ze warm zijn, hè? Ja? Heet. Heerlijk. Cocktail. Ik heb een swimmingpool cocktail, het is heel lekker. Het was een leuke avond, het is nu bijna 2 uur. Onze vrienden slapen, ze gaan morgen weg. Wel pas in de middag, rond een uurtje of 1 of 2. Vandaag zo vaak gedoucht en ik wil nu weer douchen, ik ben zo bezweet. Even laten zien dat ik een soort van oogschaduw op heb, maar je ziet het niet. Nou, ik heb nieuwe schoentjes. Kijk. Het is echt een soort van een aanschoen. En ik heb er maar 22 euro voor betaald. Ik had dus geen bikini topjes, want ik dacht in principe geen bikinis. Maar als ik met Ruben... Hallo, scherp zullen. Heel raar dit. Als ik met Ruben in mijn eentje wil zonder de tuin, wilde ik wel topjes hebben. En nu heb ik het... Onderweg bij de Zara 2 gekocht. Maar ik dacht dat het niet meer zou aankomen. Ik had bij ASOS besteld. En toen ineens toen we hier waren. Oh nee. Ik weet niet meer. Toen kreeg ik een mailtje van uw retour is ontvangen. Dus toen dacht ik het komt niet meer. Het is niet gelukt. Dus er is dus een deel automatisch retour gestuurd. Omdat ik het via de Nederlandse site heb besteld. Dus volgens mij de helft hadden ze niet in Frankrijk of zo. Maar er is een helft dus wel aangekomen. En daar zaten dus deze schoenen in. En die heeft mijn vriendin dus aangenomen vandaag. En daar zaten dus deze schoenen in. We zijn echt heel erg leuk. Leuk. En ze maken mijn voeten ook mooi. Ik ben meteen en zo. Ik ben heel blij mee. En we gaan nu lekker slapen. Hallo jongens, ik heb heel lang niet gefilmd. Het is vandaag vrijdag. Onze vrienden zijn gisteren weggegaan.
En ik ben helemaal ingekakt. Gewoon al mijn energie is weg. Ik baal er heel erg van. Ik weet niet wat er aan de hand is. Wel, ik ben wel heel vaak heel laat gaan slapen. En ja, we hebben elke avond een drankje gedaan, maar helemaal niet heel extreem. Ik ben gewoon helemaal op. Ik wil alleen maar slapen, terwijl ik een hekel heb aan slapen. En nu al 2 volle dagen eigenlijk. Nou ja, gisteren toen ze weggingen was het 2 uur. Gewoon op. En nu gaan we maar naar de supermarkt om 7 uur 's avonds. Dat is een soort van uitje. En ik baal er heel erg van, dus ik ga vanavond echt vroeg slapen. Want gisteren heb ik wel tot 2 uur aan de webshop gewerkt, want daar had ik gewoon echt zin in. Maar dat was wel een beetje dom. Dus en nu... Ja, ik ga gewoon te laat slapen en te vroeg wakker, maar ik ben ook helemaal bezweet nu. Gewoon alsof ik ziek ben. En ik vertelde, voordat onze vrienden kwamen, nog aan jullie hoe goed ik me voelde na een paar dagen. Ruben, wat doe je? Wat doe je, Ruben? Nou, ik ben de opladen van mijn baardtrimmer vergeten. En toen dacht ik, nou, ik stop het opladen van de laptop gewoon erin. En toen is je op hol geslagen. Oh, hoe lang al? Al een half uur zo. Nou, wel een uur. Gezellig hoor, jongens. Leuk. En morgen gaan we dus naar Port Grimo. Zo, de ju. Even mijn haar gewassen. Heel veel zin in. Ik voel me al ietsjes beter. Ik denk dat ik vanmiddag heel even had geslapen. Het is nu nog voor 12 volgens mij. Dus op tijd slapen. Dan hoor ik het niet meer. En lekker uitslapen. En Port Grimo. We dachten dus dat we er al eens geweest waren. Maar het is echt niet normaal. Als je naar de kaart gaat... Ah, ik ga het niet laten zien, mijn laptop is wel uit. Ik zou eens moeten gaan googlen. Port Grimaud, met een atje aan, zeg maar. Het ligt langs de kust en dan is het ineens een soort van Venetië of zo. Met een soort van... Alleen maar huisjes met waterbanen. Het lijkt wel een soort park. Dat is zo mooi, dus ik ben heel benieuwd. We gaan het morgen zien. Oké, jongens. Goedemiddag, we gaan. Zo, het is heet. Ja, ik dacht toch eigenlijk altijd korte mouwtjes, omdat ik me daar gewoon prettiger in voel. Ruben is helemaal gek. Ik moest gewoon even naar de wc. Naar de wc. Dus dat duurde even. En hij zit in de auto te wachten. Helemaal gek. Ik heb er heel erg veel zin in. Dit is eigenlijk ons eerste uitje samen. We zijn er al meer dan een week. En onze vrienden zeiden steeds van, ja, aan het einde van de dag iets doen is chillen. Want dan is het niet zo heet. Dat is ook wel zo. Maar het is ook wel leuk om weer een keer overdag wat te doen. Het is nu bijna 2:30 al. Ik hoop gewoon dat het heel erg leuk is. Ik weet niet of jullie het zien, jongens. Maar ja, je ziet het wel. Ook op een foto gaat mijn been gewoon dikker lijken. Dit is gewoon een hele ophoping. Hij heeft me 3 keer gestoken. Dit is gewoon een hele bult. We worden helemaal gek van die tijgermuggen hier. Oh, dit hele vlak is dik. Ik film het wel even, dan zien de mensen even hoe dat hier werkt. Niet de code. Ja. Zo, nu is die auto aan de overkant heel blij dat wij hem open hebben gedaan. En ze denken echt, waarom film je jezelf als je het hek open doet? Oké, dit was het hek. Hij denkt echt, wat? Hij kijkt ook. Nu de volgende stap is de vuilniszak. Ik heb echt heel weinig vlogmateriaal. Dus dit is wel erg interessant. Deze gaat automatisch open en dan moeten we hier het vuilnis weggooien. Kijk, Ruben zegt dat alles nieuw bij is. Dus hij vindt het iets minder bijzonder dan bijvoorbeeld Annecy. Maar ik vind het echt wel heel vet. Kijk dan. Het is echt heel mooi. Allemaal water en dit is pas het begin. Leuk. Foto's maken. Ja, we lopen nu lekker overdekt, jongens. Langs allemaal leuke terrasjes en zo. We hebben even gepind, want je kan het voor 6 euro per persoon. 20 minuten met een bootje hier doorheen. Dus we hebben geen idee wat het precies is, maar we gaan het gewoon doen. Ik hoop dat we niet wegbranden van de warmte. Kijk, oh, hij is er nog. Oké, jongens, ik ben echt blij dat ik hier een keer naartoe ben geweest. Want we zijn er pas net hoor, maar het is zo chill. En het waait echt heel lekker. Je zit hier zeg maar overdekt. Dus je zit in de zon. Ik vind het echt heel leuk. Een tip als je hier ooit bent. Het is dus niet Grimo, maar Port Grimo. Want Grimo ligt echt in het land, volgens mij. Nee. Voor de vlog. Maar hij is donker hoor, hij is echt overbelicht, zeg maar. Zie je niks? Ja. Kijk hoe mooi de huis is. Weet je nou het hele leuk huis? Oh, die zwarte wil ik wel. Die zwarte wil ik wel. Kijk, daar. We chillen nu in de schaduw, maar het is hier echt heel mooi. Ik word echt gelukkig, maar er is wel heel weinig te doen. Of we zijn een beetje dom, maar er is 1 hoofdstraat, die dus zo klein is. En als je dan een zijstraatje neemt, dan... Zo, ik ben klaar.
als je een zijstraatje neemt, dan is het gewoon meteen, zeg maar, gewoon voor normale mensen, zeg maar, niet voor toeristen. Dus en Ruben wilde hier naar de kapper, maar het internet is echt heel slecht, dus we zijn hem nu aan het zoeken. Verder is het best wel warm, maar ik vind het hier heel erg mooi, dus alleen een beetje ja, snel uitgekeken ofzo. We zijn nu bij Grimo. Want ze dachten, misschien is het hier ook wel lekker koel, maar het is denk ik te heet om nu de tank te beklimmen. Je ziet hem niet, kijk daarachter. We zijn hier al een keer geweest, 3 jaar geleden. Oh ja, nu was je weer weg, weet je nog? Nu kom je weer uit gewoon. Ik weet wel waar je nu uitkomt. Het is gewoon een te heet dit jaar. Vind je dat mooi? Ik vind het huis. Grappig. Met die plant. Vind je het mooi? Het is te heet dit jaar, jongens. Om echt activiteiten te ondernemen overdag. Wel leuk, dit is echt... Willen trouwen. Port Grimo is echt nieuw. Ja, het is wel mooi. En dan is dit Grimo. Kijk, dat iemand vertrouwd. Echt? Met die hoed? Nou, niet met die hoed, maar dit is wel... Oh, wat een hitte. Dit is niet normaal. Nee, we gaan dit niet volhouden hier. We gaan lekker naar Centrum Maxime. Deze kerk hier. Kijk, daar is het trouwens. Heel mooi. We gaan lekker naar Centrum Maxime, denk ik, hè? Een drankje doen. Ik heb een banana like ready. Oh, lekker. Ja? Je moet roeren eerst, hè? Echt heel veel citroen. Maar je moet roeren. Je moet altijd roeren. Kopjes moet je altijd roeren. Maar het is wel heel veel citroen, zo. Lijkt het een beetje op dat citroendrankje met het schuimen. Hoe heet dat drankje ook weer? Ja, ik vind het wel lekker. Ik heb bijna geen banaan, proef maar. Maar bijna een mojito gewoon. Romig mojito. Maar het is wel doorslessend. Ja. Op een of andere manier. Wil je het ook gaan worden? Ik dacht, ik heb liever zeg maar voor 10 euro een cocktail, jongens, dan voor 4,50 een Coke Zero. Kijk maar, Armand. Elke keer vergeet ik het weer. Ik kan niet tegen alcohol. En ik blijf het proberen. En dan zou je misschien denken, waarom probeer je het? Gewoon omdat ik het gewoon ook lekker vind. En gezellig. Een cocktailtje. We komen nu naar thuis. Het is 6:30. Ik heb even gedoucht. Ik zie het nu misschien niet aan, maar ik voel me nu zeg maar zo. Helemaal kapot. En Ruben zijn nog drinken me langzaam. Daar ligt het dus ook niet aan. Hij is weer de barbecue aan doen. Dat is wel lekker. Maar het duurt echt even voordat ik hier uit ben. Wanneer je vriend gaat rennen naar je zadel. Kijk, de eerste keer hadden ze zelfs barbecue echt mega lekker gezoom voor me gemaakt. En de tweede keer hadden ze hem te lang gebakken. Waardoor die wit was uitgeslagen. Ik zie het nu heel klein beetje. Maar toen was hij echt helemaal wit. En dan wordt hij dus een beetje droog. En dat is zonde. Dus nu ging Ruben vet erg zijn best voor me doen. Terwijl ik de salade aan het maken was. Ik kwam hier naar boven gerend om folie te pakken. Toen rende die weer naar beneden om het op tijd van de barbecue af te halen. Nu ga ik het proeven. Hij weet hoe erg ik ervan hou als het heel lekker is. Zit er al zout en peper op, ja toch? Ja. Lekker. Lekker leventje. Het ruikt hem wel heel erg. Wow, lekker! Ja? Heel lekker, dankjewel. Praat het met jou eten? Ja, maar bij andere kipjes ligt het erop. Die andere is klaar. Ja. Dit brood is zo lekker, jongens. Olijfbrood van Lidl, dat heb je dus niet meer in Nederland. We hebben tapenade erbij. Kippenzalm. Ruben heeft kip. We hebben nog courgette. En we hebben een salad. Eet. Ja. Dat is echt zonde. Het is wel echt niet lekker. Maar Ruben, hier zit de gelatine in. Dus eigenlijk ben ik nu geen vegetariër. Dat is echt heel slecht. Dat is wel heel erg. Oh, lekker dit. Ik vind zoet altijd branden in je keel. Ik ken niemand die dat ook vindt. Vind jij dat? Brand in je keel. Heel mooi dit. Ik ben benieuwd hoeveel haat ik nu krijg. Dat ik een marshmallow eet met een onderkin. Ruben, waarom ben je omgedraaid een marshmallow aan het eten? Kan je het uitleggen? Ik zal het even uitleggen waarom Ruben omgedraaid een marshmallow aan het eten is. Om deze reden. Omdat hij dus gesaboteerd wordt door mij. Elke hap zit in een superzoom. Nog één. Godverdomme.
Godverdomme, zo smerig. Nog één. Nog eentje of niet? Dan ga ik echt stuk. Ik wil er nog één. Hij gaat helemaal daar naartoe lopen. Oh. Jongens, hallo, jongens. Maar het is de einde van de weekvlog. Ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe weekvlog. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ruud. Het is helemaal gratis. Hallo jongens, wij gaan naar het strand. Het is echt nodig, kijk. Ik denk dat ik ongesteld moet worden. Mijn huid is echt strand nodig. Dus ga ik naar het strand. We houden dus niet van het strand, maar ik was gisteren een week toch aan het werken. En toen zag ik hoe blij ik was vorige keer toen ik terugkwam van het strand. Dus ik ga nu even kijken of ik een parasol kan vinden, dat we het wat langer kunnen volhouden op het strand. Trouwens, dat ik een tikkeltje een beetje een workaholic ben. Ik weet niet of dat slecht is, maar het is hier zeg maar heel erg chill. Op vakantie, echt heel chill. En in principe willen we pas volgende week naar huis, dus niet zondag. Maar ergens wil ik dus heel graag eventjes 2 dagen even snel naar huis om lekker aan mijn webshop te werken. Heel veel zin in. En nog iets leuks. Oh, ik ben gewoon te moe. Ik zal niet zo goed werken, maar na zo'n lange vakantie nog steeds zo moe ben. Dat begrijp ik echt niet. Ik zeg wel net tegen Rup dat ik hier heel slecht slaap. Ik ben al niet de beste slaper, zeg maar. Maar ik word hier eigenlijk soms al 10 keer per nacht wakker. En ik slaap niet waarom. Ja, ik baal gewoon altijd heel erg als ik moe ben. Want dan irriteer ik me aan mezelf. Wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, er is iets heel leuks. Kijk. Zoals jullie weten heb ik een webshop. Ik denk dat je dat wel weet. En jullie weten waarschijnlijk ook wel dat die webshop nooit met voorbedachte raden is geweest. Van oh, ik wil dit en dit en dit en ik wil een webshop. Nee, het was heel erg spontaan. Echt, ik weet niet eens meer precies hoe ik begonnen ben. Maar het was er in een week. En dan wil je natuurlijk wel steeds meer. Dus wat lastig is, ik heb natuurlijk alleen brievenbusverzending, dus een heel te betegen om meer te doen. Want ik kan op mijn site niet instellen van, hey, bij een woondeken moet je ineens wel pakketkosten betalen en het andere een brievenbus. Dus dan dacht ik, dan kan ik de duurdere kosten al in de prijs doen. Dus dat ik de deken, ik heb geen deken, maar bijvoorbeeld al duurder maak van zichzelf. Dat ik dan zelf een pakket kies om het dus per post te sturen. Het is dus heel erg lastig, want ik vind het chill dat ik 2 euro verzending aanbied. Dus dat is een beetje lastig, waar ik nog een beetje mee zit, hoe ik dat moet doen. In ieder geval, ik heb net 3 kleding items besteld. Kleding is natuurlijk duur. Kleding is, sorry, ik zit de hele tijd aan mezelf omdat het een beetje irriteert. Kleding is een risico, want in een pakket zit 1 van de grootste maten. En die heb ik zelf al nodig bijvoorbeeld, dus dat is super vervelend. Het gaat meestal allemaal met pakketten en dan blijf je waarschijnlijk met heel veel zitten. En heel veel van mijn volgers hebben volgens mij ook wel een wat grotere maat. Dus dan zit ik straks met allemaal S'jes en ik weet niet. Ik heb gewoon 3 pakketten besteld van 3 verschillende items. Een hele mooie soorten lange jurk die ook in de herfst wel kan. Een soort jurk die echt ideaal is bijvoorbeeld ook voor mijn werk met een heel klein panterprintje erin. Echt zo'n typische Charlotte jurk met mouwtjes en zo. En een hele leuke bodysuit die ik zelf echt heel erg leuk vind. Rood met een streep. Ik weet niet of het al in de webshop staat, maar als ik thuis kom heb ik dus meteen zin om dat te gaan fotograferen en op te gaan zetten. Of het gaat lopen, ben ik heel benieuwd naar. Kijk, als ik kleren heb, krijg ik altijd maar de vraag waar is het van. Dus hoe leuk is het als je kan zeggen dat het van je eigen shop is. Waarom ik het nu pas heb besteld is omdat ik geen groothandels kon vinden die ik echt leuk vond. En nu dus wel. Dus er komt kleding. Laat even weten wat je ervan vindt. Ik denk dat mensen het wel heel erg leuk gaan vinden. En was dat alles wat ik wilde zeggen? Ja, ik hoop dus dat het door de brievenbus past en zo. Dus, okidoo, ik ga nu een parasol zoeken. Weet je waarom ik even in het schermpje kijk, jongens? Omdat ik soms aan het editen ben en dan ben ik een heel verhaal aan het vertellen zoals nu. En dan kijk ik terug en dan ziet het er gewoon niet uit. En nu wil ik echt niet een soort van perfect beeld schetsen, alsof ik er altijd goed en normaal uitzie. Maar ik denk dat iedereen wel begrijpt dat het gewoon niet heel chill om jezelf te bewerken 5 minuten lang als je helemaal onder de puisten zit en er niet uitziet. Kijk, de parasol is meteen gevonden. Top. Ik denk dat we vandaag met de auto gaan, wat echt mega lui is. Maar dit sjouwen is gewoon niet chill. Het is zo heet. Wow. Ik wil niet hoe mensen hun haar los kunnen doen. Ik had een leuke vlecht gemaakt, maar ik ga het weer vast doen. We zijn even hier op knipper liggen, want Ruben is aan het kijken of de kapper open is vandaag. Hij gaat dus weer naar die slechte kapper. Maar het was zo verpest haar, dat hij het misschien nog een keer denkt van, kan nog niet slechter of zo. Nee. Niet een bouwvakker. Hier pompen. Hij is bijna klaar.
Lekker hoor. Nee? Zeg jij maar. Ik zit op een privé-strand. Ik ben te laat met filmen. Wat? Nee, Ruud, dit kan je echt niet doen. Ja, ergens ben ik wel benieuwd. Maar dit is echt gestoord. Dat moet je niet willen. Nee. Nee, dat is een beetje vers, schat. Hoe komen we dan bij het gas? Straks is hier water, hè? Dan vallen we erin. Ik kan alleen niet zien waar ik nu is. Nee, Ruud. Nee. Straks rij je in het water, hè? Jongens, sorry. We vonden het strand echt niet leuk. Pas op hoor, want hier is echt water. Schatje, komt goed. Ja, maar je weet het niet. Ik weet het wel, ik zat er helemaal door. Ben je hier nog nooit geweest? Door die riet heen rijden. Het strand is echt niet chill, zeg maar. Het was kokend heet. En als je in het water stond, kreeg je echt allemaal bloed van alle stenen. Iedereen had schoenen aan. En nu zijn we naar meer gereden. Wat? Ja, dat kan niet de bedoeling zijn, hè? Nee, ik zie ook geen mensen hier. Ik vond het wel leuk altijd om het gewoon te doen. Hoe zijn jullie hierin? Zijn jullie van die mensen die heel braaf de allereerste parkeerplek zoeken? We denken dus weer dat we een hele geweldige plek hebben gevonden. Net was het echt niks. Had ik het al verteld? Ja. Kijk, onze auto staat letterlijk hier in de schaduw. Want wij zijn van die mensen die niet op de standaard parkeerplek gaan staan waar iedereen dan gaat staan, maar dan gaan we verder rijden. Oh ja. Wat dan? Gewoon even daar leggen. Kijk. Dus je bent gewoon miljard. Ik hoop het, maar Ruben is blauw. Ruben is bang voor blauwalg. Eerst gaat hij me helemaal bang maken, nu zeg ik wat er voor blauwalg is. Ja, dan hangen er wel vlaggen. Oké. Ik hoop het maar. Waar wil je parasol in prikken, schat? Ruben is een erg aardige jongen. Ik hoop maar niet dat we blauwalgziekte krijgen. Ik wist niet eens dat zo erg was. Ja, dit is de beste tijd. Voor de blauwe ogen. Ja, nu zit al die blauwe ogen weer naar beneden. Oh, dat is wel fijn om te weten. In de overpak tussen 10 en 12 is de slechtste tijd voor zwemmen blauwe ogen. Huh? Wil je niet help roepen? Dat vind ik een beetje raar. Ja, als iemand help gaat roepen, dat moet je nooit doen als er niet echt iets is. Misschien was er dus wel echt iets. Wat vinden jullie? Zouden jullie denken, yes, ik heb de spot gevonden? Of het is zo verdacht dat hier niemand zwemt? Ja, maar ik ben benieuwd wat mensen denken. Daar ook al die mensen al die hoofdjes op. Ja, maar heel weinig, toch? Het is echt heel rustig hier. Ik ga alleen naar de zee gaan. Lekker. Ik hou van zee. Dit is alsof je naar een meer... Maar is het wel een meer? Ja. Proef het eens. Misschien hebben wij nu wel een nieuwe spot ontdekt. Kijk, er is hier zelfs lavendel. Oh nee, is geen lavendel. Kijk, deze jurk had ik dus gekocht bij de Primark. En toen twijfelde ik, want ik had hem niet gepast, welke hem terugbrengen. Toen ineens was er die regel dat je niet meer je bon kunt opvragen. Normaal kon je dat gewoon doen bij de Primark. Dus dan moest ik hem wel houden. En ik wil hem steeds niet aan, want ik vind dit soort modellen altijd een beetje vatsig maken. Dus dan ga ik hem zo dragen. Maar dan lijkt je dus echt op een vierkant, toch? Ja, maar dan heb je echt geen vorm, dus je moet hem zo dragen. Maar dit zakt na 1 minuut bewegen, zit hij weer terug. Dat is heel irritant. Ik vind het met die roze bandjes wel leuk. Dit bandje van Puma staat er ook heel erg leuk bij. Zien jullie het? Palmboompjes. Oeh. En zo dit tasje. We gaan nu naar... Als het goed is er op donderdag en zondag beneden de markt, die wij zo leuk vonden altijd. Ik hoop het maar. En zo niet dan niet. En we gaan lekker wandelen. En ik heb mijn haar dus... Het is nu alweer ingezakt. Ik had zo'n staart op mijn hoofd gedaan. Maar... Het is nu denk ik 8:30 of zo. Ik snap uit hoe mensen dit zo kunnen. Dat je het aan twee kanten hebt. Dat vind ik dus heel leuk. Maar hoe blijft het dan zitten met haarlak of zo? Zo. Op je hoofd. Oh, nu heb ik het weer verpest. Oké. Okay. Wie doet dit ook altijd? Zie hier tussen zijn benen. Rivo? Ja. Bedankt. We zitten bij Riva. Nu zitten we bij Borea Beach. Bij de lounge. Ik ben echt lekker bruin. En we hebben een kaart. Spannend, hè? Toen Ruben kwam, zei hij dat we niet alleen mochten drinken. Toen liep ik er achteruit en toen mocht het wel. Dat was wel leuk. We hebben echt een hele gezellige avond gehad. Echt weer een beetje zoals vroeger. Dat vind ik heel leuk. En ik heb eerst lekker water gedronken en daarna cola. En dat is gewoon beter voor mij, weet je. Van alcohol word ik alleen maar moe.
En het is ook wel chill, want het is dan dus veel goedkoper. Terwijl het me echt niet boeit. Ik denk altijd juist van lekker genieten, maar beter als ik geen alcohol drink nu. Toch? Ja. Nou, dat raar kan. En nu hebben we dus heel veel zin, want het zo'n uitgaansgevoel is om naar de McDonald's te gaan rijden. En dan de verdere waar dan een veggie burger is. Ik ben er geen keer. Om even slecht te doen. Dus, maar als we zijn dus lopend. Als we boven zijn wil ik waarschijnlijk niet meer, maar ik wil het wel doen. Het is gewoon te leuk, dan ga ik rijden. Oké, eindelijk een keertje Mackie. Ik denk echt genieten. Het is hier mega, trouwens mega leuk. Dus een kermis is zo echt heel geweldig. Alleen het eten is echt niet lekker. De patat is zo oud. En ik had zo'n kleine veggie wrap. Maar hij is ook echt heel oud. En niet lekker. Ik kom me opgelicht. Aan hem boeit het allemaal niet. Je eet wel leuk. Jongens, het is 00:30 s'nachts. Ik hou er dus... Dit is waarom ik zo hou van New York. Want ik hou dus heel erg van als het 's avonds leeft. Vooral op zondagavond. Dit is toch te vet? Ik denk wel dat het zo afgelopen is hoor, als ik al die mensen naar huis zie gaan. Dit vind ik zo leuk. Heerlijk. Een hele kermis. Oh, we hebben geen cash. Jawel, ik heb nog een beetje cash, toch? Zo, het ruikje naar suikerspin. Lekker. Te leuk. Sorry dat ik heel schommelig film. Maar ik loop. Dit is toch te leuk? Oh, fijn s'nachts. Laat even weten of jij dat ook zo leuk vindt. Als het 's avonds dingen leven. Jongen, als het overdag was, zou ik hier zo'n foto willen maken. Jongens, dit is echt te leuk. Wat? Ik word helemaal blij als we dus... Oh, en die durf ik denk ik. Kijk. Oh nee, hij draait rondjes. Nee, gek. Ga je kijken? Wat gaat hij doen? Tegen ons hoofd aan. Nee, omhoog. Kijk. Oh nee. Jongens, hoe dan? Oh, hier wil ik op. My Little Pony. Hij gaat zwingen, denk ik. Gaan ze niet tegen ons aan? Maar hoe? Oh, ze worden daar omhoog getrokken. Gaan ze nu tegen ons hoofd aan? Oh, oh! God. Oh! Oh! Dit is zo eng! Oh mijn god! Oh! Dit vind ik zelf ook dood! Kijk dan! Ik kan het niet eens bijhouden. Hebben jullie dit ooit meegemaakt? Dit is gewoon een pretpark in de nacht. Nou, niet normaal. We gaan in de botsauto's, maar er is niemand. Alleen wij zijn er. Nou, er gaat gewoon een wereld voor ons open hier. Dit is echt de leukste kermis die ik ooit gezien heb. Hier kan je zelfs paintballen. Heb je... Crazy Mouse, even. Nee, want hij draait rondjes, daar kan ik dus niet tegen. Nee, een beetje maar. Nee, ga jij maar. Nee. Hey Ru, heb je ooit een leukere kermis gehad dan deze? Nee, dit is ultiem. Wow, ik wacht even uitzoeken of dit er vaker is. Kijk dan jongens. Van onze laatste 4 euro gaat Ruben een rodeo doen. Ik ga nu al stuk. Wel goed doen hè? Ja, is ook zo. Woe, Ruben, Ruben. Meisje die het bestuurt, kijkt zo boos. Ja! Wat? Die vrouw is chagrijnig. Niet normaal. Ik zoom even in op het hoofd van die vrouw. Hebben jullie dit ooit gezien, jongens? Ons geld is dus op, maar we willen dit ook doen. En ik wil dus heel graag naar dit spookhuis. Dit is echt mijn droom. Dit vind ik echt het leukste op aarde, met geesten en spoken. Kijk, er komt bloed uit zijn mond. Jongens, echt alles wat je maar kan bedenken, heb je hier. Zelfs dat je zo kan ronddraaien. Maar ons geld is op en de bank is echt heel ver, zeg maar echt niet op het terrein. Ik denk dat we nog wel een keer terug gaan, want ik wil ook weer daarin. Dit is echt zo leuk. Er is zelfs een trampoline. Dit is gewoon Amerika, joh. Allemaal eten wat je maar wel kan bedenken hier. Ik ben zo blij. Nou jongens, dit was echt een geweldige avond. Wij zijn echt heel blij met deze avond. Het is echt heel leuk. En nu is het tijd. Wat ik raar vind, als ik er nu uit zit, is het licht. En als ik ga filmen, wordt het donker. Nu is het tijd om naar bed te gaan. Doei. Dus ik ga even doei. Doei. Hallo jongens. Oh, deze haarband is niet echt leuk met los haar. Ik ga hier bij de weekvlog afsluiten. Dus haar was echt heel leuk, maar is leuker met vast haar. Ik wil iets heel erg leuks vertellen.
Kijk, het huis ziet er niet uit. We zijn nu terug van vakantie, maar dat zien jullie later. Hier is de muur leeg, want ik heb vandaag geshoot met statief. Heel veel werk voor de kleding op mijn website. Ik ben helemaal enthousiast. Ik ben nu echt helemaal kapot, dus daarom zie je het niet aan waarschijnlijk. Maar het staat nu live. De Instagram-volgers van Comme Moi krijgen het als eerste te horen. Daarna mijn eigen Instagram-volgers. En jullie nu een dag later. Dus er zullen wel dingen weg zijn. Van alles is één of twee, zijn er één of twee items beschikbaar. En ik ga pas weer bestellen als er een beetje veel verkocht is. Want je bestelt per pakket. Dus als er 1XL op is, kan ik niet 1XL bij bestellen. Dus neem zeker even een kijkje. Comme Moi.nl en dan /kleding. En sowieso zijn er heel veel nieuwe leuke items toegevoegd. Deze Velvet Harmon is echt fantastisch. Het is echt een tip. Die vind ik echt geweldig. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende weekvlog. Sorry dat het te laat was. Doei!